waarom moet dat nu en niet als iedereen er bezig? Ja, maar we dat nu als een plan dan, ja? Zeg ik aan de stem, dat moet rechtstreeks op Facebook. Ja. Nu zijn we live, hè? Wacht. Ja, open van de stembus. Controle. Die is leeg. Is gewoon leeg. Dank u. Ja, de stembak is voor geopend. En we verwelkomen jullie in de 15 minuten. Voilà. Hij moet dat binnen, kan je meer goed doen, of kan je naar buiten doen, kan je meer naar buiten doen. Ja, dat is wel goed. Welkom op ons pakkingsbal, hier vanavond in het Witte Paard. We zullen starten met de avond, met de opening, met de uitkleden van de regerende titels. Normaal was dat vorig jaar, dat zullen we nu doen. Een intrede alstublieft. Regerend koning van 2020 en regerend prins van 2020. We zullen nu overgaan tot de uitlieden van deze titels.
Ja, op mijn plaats zal ik hun macht ontnemen. Dan wordt afgegeven door de Hormakzaal. Ja, nu staan ze hier terug als kandidaat. Rafael voor de derde keer, Jimmy voor de tweede keer. U kunt stemmen in de stembak, die staat voorlopig nog aan de ingang. Dus daar kun je stembus die stem indroppen. De kandidaten krijgen nu een opdracht om de tombola te verkopen. Dat zou zeggen, kopen hun rotje. Want de tombola is verkocht, kunnen zij slagen als prins. Voor de derde en de tweede keer. Dank u wel en maak er een goede avond van. Tot straks. Beste carnavalsvrienden, bedankt voor uw massale opkomst. Ik bedank ook alle bekkers die mij gesteund hebben in de afgelopen jaren, in de coronajaren. Zo bedank ik ook Ventje, onze hofmarschalk, voor al wat hij gedaan heeft voor mij. Ook mijn meters en peters, die mogen een cadeautje in ontvangst mogen krijgen. Bart, bedankt voor al wat je gedaan hebt voor mij in de afgelopen jaren. Om te behalen wat ik wilde. En daarbij sluit ik met een drievoudig alaaf, alaaf, alaaf. Dat gaat wel makkelijk. Sorry als mijn stem een beetje anders klinkt, want ik ben een beetje emotioneel. Goedenavond iedereen. Alleszins iedereen, bedankt voor jullie opkomst. Ik ben heel blij dat we toch iets hebben kunnen eindelijk organiseren met deze corona. Ik heb ontzettend genoten van de 2 jaar die ik gekregen heb tijdens deze coronajaren. Het was ook geen gemakkelijke jaren voor mij, maar... Dat komt allemaal weer terug op zijn pootjes. Hierbij wil ik ook een paar mensen bedanken. Vooral alleszins eerst onze volledige groep De Bekkers. Voor de kans die ze mij gegeven hebben 2 jaar geleden om deze te beginnen. Ook wil ik Bart bedanken dus voor de grote kans die hij mij gegeven heeft om hier aan te kunnen starten. Wacht, ik kan niet volgen, shit. Hey. Ook wil ik onze keizer Nick bedanken, die zit buiten helaas, maar kan toch even zijn. Voor alle steun die ik van hem gekregen heb. Voor alle momenten wanneer ik het moeilijk had voor me met te komen spreken. En ik zou nu nog ook 2 mensen willen bedanken die dit voor mij ook allemaal hebben kunnen waarmaken. Mijn vaders, alle 2. Zij hebben ervoor gezorgd dat ik hier gestaan heb.
Ik heb papieren nodig, maar... Dat ik hier sta, dankzij hun heb ik het kunnen waarmaken. Ook dankzij Kevin heb ik het kunnen waarmaken voor alles wat hij gedaan heeft voor mijn show, voor Aste Show. En ik wil ook heel graag de Dancing Diamonds van vorig jaar ook bedanken voor alles wat zij voor mij eraf gedaan hebben. Daar verdienen zij zeker een applausje voor wat zij doen voor ons allemaal. En nu ga ik het niet meer, dus ik sluit af met een drievoudig alaaf, alaaf, alaaf. Dank u wel. En dan mogen we nu een aftreden en mogen jullie starten met jullie opdracht van de tombola. En voor de gang van zaken, de stemmen zijn vooraan in de ingang aan de entree. De blauwe bonnetjes, dat hebben jullie ook allemaal voor je lijn. Dat moet je invullen, dat is voor een gratis tombola. Dat is hier op het podium. Die moet volledig ingevuld zijn. En je kunt zelf eens de prijs winnen daar vooraan. Van geschonken van Westhoont. Ik zou zeggen, geniet van de avond. Dank u wel.